deze situatie hebt, één. Ik moet onder zijn arm komen. Dus wat ik ga doen eigenlijk is, de techniek die we vandaag eerder in de lange rug gedaan hebben, ga ik opzetten. Wat ga ik doen? Ik ga met twee handen dadelijk mee naar de pols. Maar eerst pak ik links één en ik wil het eigenlijk een soort hip-up geven. Want als ik die hand uitzet, zet die hand op de mat. Eén. Want hij wil natuurlijk niet dat ik hem sweep. Ja? Dat is eigenlijk normaal. Ja, dus wat ik wil doen, maar ik pak met twee handen. Daar. Mijn rechts elleboog is onder. En 1, 2. Hier heb ik een pols. Ik hou de pols vast. En ik hou hier zijn vleugel, zijn hele hokkenrugspier. Hou ik eigenlijk vast. Als ik een kimono heb, heb ik hier kimono. En hier kimono. Super. Nou, in dit geval heb ik controle. Hij gaat ergens heen. En als hij op zijn knieën zit, probeer eens iets te doen. En hier heb ik ook controle. Geen probleem. Ja. En ik kan bepalen of ik naar de druk wil gaan of niet. Als ik hier kan gaan werken. Maar dan zit ik nog niet in de beker. Dus dat was uiteindelijk mijn doel. Dus ik kan vanuit die situatie dat ik hier ben. Hey. En je ziet, ik heb een soort van. Twee. Eén. En ik ga achter in de elleboog. Boom. Zie je hoe je zijn. Hier heb ik supercontrole. Maar ik wil naar je halfgraad. Je zit fix in die daad. Dus er zijn een aantal mogelijkheden. Ik kan hem opzetten dat ik één die maak en mijn rechterbeen steek. En hij denkt: hé, hey, nou kan ik er langs. Oké, dat kan jij wel. Dan heb ik het. Ja, dus we gaan nu eerst doen. De setup. 1. Ja, dus hij gaat naar achter zitten, want voor. Hij wil niet dik bij mij blijven. 1. Ik wil draaien naar 2. Ik heb die sneller niet lukt. Dan kan het mooi hier. 1. Vast. Nou ga ik kijken hoe hij reageert. Zou die passen? Nou, dan ga ik wisselen. Oeh. En je ziet, die linkervoet, die haalt die voet al naar mij toe. Hoe kan je nog rechter gaan zitten? Hop. Hier heb ik hem. Opgezet naar de backposition. Een keer aan mijn kant zo. Ja, dus ik wil hem sweepen. Ja, niet echt eigenlijk, want ik wil laten het blokkeren. Dus die elleboog. Hier. 1. Controle, schouder naar beneden. Vastzetten. Ik wil dan niet naar zijn rug, want ik wil die been klein maken. Dat had ik in mijn hoofd. Dus ik ga kijken, trapt hij erin? Ja. 1. Meteen. Wisselen. Boom. Breek erin vast. 1, 2. Niet te dik, want anders ga je eruit.